Yo, what up mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Oftewel Rotjoch en welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer. Jongens, vorige keer ben ik aangekomen in dit stadje, heb ik meegebatteld en ben ik erachter gekomen dat Team Aqua weer iets heel doms aan het plannen is. En ja, ik moet het natuurlijk stoppen, want ik ben een jongetje van 11 en de hele wereld die hoopt dat ik het ga doen. Super logisch natuurlijk, godverdomme. Super logisch natuurlijk dat ze dat willen. Oh, mijn necktrick, weet je wat, doe gewoon flamewheel erop. Oh man, hij is paralyzed. Fuck off. En in ieder geval, dus ik ga proberen om Team Aqua te verslaan zo meteen. Dus ik moet ze zoeken. Ik weet waar ze zitten volgens mij. Volgens mij zitten ze daar beneden, want ik zag daar toen heen lopen voordat ik deze stad inkwam. Dus dan ga ik even kijken. Oh, waarom doe ik nou Ember? Nou ja, goed, whatever. Super effectief, hij is dood. En ik ga even weer langs het Pokémon Center. Maar dat gaan we dus doen. Team Aqua verslaan en kijken wat de volgende badge. Want waar zit hij nou? Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb echt geen idee waar ik heen moet, ouwe. Dit is de eerste keer in deze serie dat ik echt denk van, oké, maar als ik het gehaald heb, wat dan? Nou, we zullen het allemaal zien. Voor nu gaan we even rustig naar beneden en kijken of ik Team Aqua kan verslaan. Volgens mij krijg ik dan die orb of zo die ze hebben om Kyogre op te wakker te maken. En Kyogre is die legendarische Pokémon op Groudon. Die hebben we al gezien in het begin van de serie. En Kyogre is daar de waterversie van, dus die is hartstikke top. Oh, welke Pokémon zou het zijn? Oh, Steelix. Oh, dat is een hele stoere Pokémon. Ik vond het echt heel cool. Dit is de evaluatie van Onix, Steelix. Maar helaas is het niet echt een type wat ik nodig heb bij de Pokémon League. Hé, wat is daar beneden dan? Kijk, hier moet ik ingaan. Oké, hier moet ik dus heen, denk ik, na het gedoe met die met Team Aqua hier zo, denk ik. Dus, we gaan even hier naartoe. Hallo. Mount Pyre, zie je wel? Hier gaat die gast over van Team Aqua. Oké, we gaan zoveel mogelijk, ik denk zo hoog mogelijk gewoon. Ik wil niet vechten met ze. Ah, fuck it. So be it. Ik ga met ze vechten. Volgens mij hebben ze allebei ghost types, zo zien ze er wel uit. Een heks en een rare dude in een gekke hek. Een Rhyhorn en een Spoink. Een psychic type en een steen. Dat is mooi, want ik heb Flamey en Bruce. Ja, wat gaan we doen? Jij gaat die pakken. Een low kick op de Rhyhorn. Rhyhorn is fucking zwaar. Magic coat, oké. Oké, Spoink is zichzelf beschermd. Oh, hoe moet ik nou overheat? Oh, kut. Ik had hem nog overduwen, maar Flamey wou ik doen. Maar ja, overheat werkt ook. Hij is bijna dood. Alleen mijn special attack gaat wel omlaag. Dat is jammer. Maar goed, maakt niet uit. Want ik heb hem zometeen toch niet meer nodig, oké. Oké, goed. Fury attack doet hij. Ik ga even doorspoelen, want het is een beetje langzamer move. Jij flamewheelt Spoink. En jij karate chop gewoon die. De Rhyhorn. Nou, het spaarkertje gaat dood als het goed is door de flamewheel. Wat? Nee, hij overleeft het. Really? Wauw, dit is super irritant. Nou, Bruce, lekker dan, level 30. Een Psybeam op die. Nou, dan doen we even quick attack gewoon. Ja, gewoon even seismic tosje. Boep, quick attack is eerder. Dus oké, toppertje. Easy peasy lemon squeezy. Daar gaan die twee trainers. En we gaan door naar beneden. Oh, fuck jongen. Wat is dit nou weer voor een rare Pokémon? Een Hariyama, vecht-Pokémon. Als we beginnen met de flamewheel gewoon eroverheen te gooien. Hariyama is wel geburnt. Doet hij, what the fuck? Hij doet whirlwind. Dan krijg je een andere Pokémon erin. Maar ondertussen is hij wel geburnt. Dat is lekker. Toen dat gebeurde was ik een beetje blij. Nu ga ik surfer overheen gooien. Ja. Boom. Oh, de critical hit van de Vaporeon. Oftewel Icy. En Icy heeft het gedaan. Lekker door Icy en Flamey. Lekker gedaan. Level 35 Icy. Oeh, gaat ook wel lekker. En dan gaat Black Belt Zander. Doe je Zander. Was leuk om je te leren kennen. Maar you got wrecked, mate. Oké, we gaan hier naar boven toe. Oh, wilde Pokémon. Wilde Pokémon. Oh, nee. Hitmonchan. Oeh, Hitmonchan vind ik echt fucking cool. Ik vind het eerlijk gezegd cooler dan mijn andere fight Pokémon. Dus wat ik ga doen. Ik ga hem vangen. Ik ga hem vangen. En dan mogen jullie als kijker bepalen of ik hem mag houden, ja of nee. Nou, Great Ball erop. Nou, dan gaan we weer. Ik ga het gewoon even doorspoelen. Kom op, oprotten. Oprotten! Hitmonchan is gevangen. Godsamme. We hebben Hitmonchan. Hoe ga ik hem noemen? Hoe ga ik hem noemen? Ippo. Ik noem hem Ippo. Hij is een bokser. En Ippo is ook van een anime. Haatje binnen Ippo. Dus ik heb Ippo. Dus jullie mogen zelf kiezen. Zometeen welke Pokémon ik wil gebruiken. Hitmonchan of mijn Bruce. Maar Bruce is wel de hele serie goed voor me geweest. Dus ik weet het niet. Ik weet niet welke Pokémon ik moet gebruiken. Het ligt echt in jullie handen. Oh, fuck you man. Psychic type, Wobbuffet, Flamey. Flamewheel die bitch gewoon. Destiny Bond. Oh, yo, fucking game move. Destiny Bond haalt in als mijn Pokémon dood gaat, gaat zijn Pokémon ook dood. Of andersom juist. Als zijn Pokémon dood gaat, gaat mijn Pokémon dood. Echt super gay was dat. Nou goed, doe een karate chop gewoon. Boop. Boop. Recover, boop. Boop. Een Natu. Natu is Psychic type. Wat gaan we doen? En vlieg. Dus ik ga Xylosa erin gooien. Dan de punch moet als goed is een one hit zijn. Doeg. Oh man, die fucking Destiny Bind was zo gay, hè. Hey, een Omenite. Wat leuk. Omenite is een legendarische Pokémon. Want Amastar is zijn evaluatie. Die is super cool, vond ik die vroeger. Nou, eigenlijk zijn andere. Dus Kabuto. Nou, oké, Ralts. Hoppakee, kraterchop. Oh man, er zijn zoveel trainers hier de hele tijd. Oh man. YOLO. Lekker broers, level 31. Oké, top. Dylan found een super repel. Dus ik heb een repel gevonden. Toppie. Daar kom ik geen wilde Pokémon tegen. Woep, hier naar boven. Oké, als mij ben ik er bijna. Hier zo'n trainer chick. Die ik gewoon lekker langs loop. Oké, wat is dit? Ik heb weer een heel... Fucking Lugia. Fucking Lugia. Hoe gaan we dat oplossen? Ik ga Gadget erin gooien. Wingert. Oh nee, dat is Whirlwind. Oh, dat blaast hij me zo weg. Oh, wat een kut move. Lugia, nee. Had ik een legendarische Pokémon kunnen vangen, ouwe. Godverdomme. Nou, helaas niet. Ja. Hehehe, het zat eromheen gedraaid. Mooi. Shut up, bal. Maar ik ben nu helemaal bovenaan. Oh, meen niet. Ben ik verkeerd gelopen? Ja. Meen niet, niet. Oh, nee. Oh, fucking hell. Destiny Bond is geplaatst. Weer die Destiny Bond. Dit is echt niet leuk, man. Dit is echt kut. Ja, Destiny Bond. Ja, en Bruce ook weer dood. Oh, rot op met die move, Destiny Bond. Oh man, ik kan er ook niet meer uit. Ik schiet vast. Dan moet ik hier naartoe. Oh, dit is echt super kut. Oh my god, ouwe. Ik ben die hele ding aan beneden gegaan. Het hele ding omhoog gelopen voor eigenlijk alleen maar niks. Fuck it, we gaan gewoon battlen, jongen. Oh man, wat ben ik geïrriteerd, zeg nu. Fucking Destiny Bond, rot toch op, man. Thunder Punch, die is in één keer dood. Lekker Gargiel. En hij flincht. Nee, die moet eventjes een quick attack doen. Ah! Hoppa, afgemaakt, toppertje. Oh god, man, Ultra Ball, dat is wel lekker. Maar waarom moet ik die hele shit omhoog gelopen zijn voor fucking niks? 2 Destiny Bonds hebben mijn Pokémon gekillt. Jongen, dit is echt geen chille spot geweest. Volgens mij moest ik gewoon hier zijn. Ja, ik moest gewoon hier zijn. Fuck you, man. Ik ben het hele ding opgelopen, weet je wel. Moet ik gewoon hier zijn. Ongelooflijk. Skill swap, oké. Ja hoor. Laat maar raden, nu zit heel Team fucking Magma hierboven. En ik heb niet mijn sterkste Pokémon bij me. Ja, hier word ik niet vrolijk van, man. Ja hoor. Zie je, Team Aqua zit hier. Fuck it, ik ga het gewoon proberen. Anders moet ik weer helemaal naar het Pokémon Center en shit, heb ik geen zin in. Eigenlijk kan het heel makkelijk, want ik heb mijn Pokémon met Fly. Maar man, ja, Team Aqua! Een Carvanha. En ik heb Yellowstar toevallig vooraan, dus dat is mooi. Want daar is water en Yellowstar is elektriciteit. Bam, Thunder Punch op zijn bek. Boom, shakalaka. Doe ik Carvanha. Dat is leuk te leren kennen. By you dead. Oh nee, we hebben Yellowstar goed gedaan. Yellowstar, ik ben trots op je. Team Aqua, Grunt is dood. Yeah, volgende trainer. Oké, wat heb jij voor Pokémon voor me? Nee, Team Magma, Magoons, you got the hero ahead of us. You can't fall behind. Team Magma was hier dus eerst, dus mij is Team Magma dus ook boven. Nou, wat een feest, man. Oké, Team Aqua Gunvolt battelen met de Zubat. Nou, Zubat kan ook niet zo goed tegen elektriciteit, of, want het is ook natuurlijk Fly. Doe je Zubat. Oké, Yellowstar, je bent een goede keuze geweest om vooraan te zetten. Oké, daar staat hij alweer. Je bent niet van welk team? Welk team ben je nou? Of wie kies je nou? Voor geen van beide. Ik ben niet van jullie teams. Ik wil gewoon een fucking Pokémon meester worden. Wailman is weer een water Pokémon. Dat is wel lekker. En een normal type. Thunder Punch die. Jij winged attack gewoon die. Thunder Punch! Boom! super effective. Maar Wailman is een super tank. Maar hij is dood. Lekker gedaan, Yellow Star. You fucking beast. Een Zubat. Oké, dus ik was ook weer dood. Oh, Gaju was paralyzed. En dat was scary face. Oké, nou goed. Jij doet weer Thunder Punch op die. Jij nog steeds Vigor Tit op die. Thunder Punch op de Zubat! Zubat wordt weer ge-one-shot. Want Zubat die kan niet goed tegen mijn elektriciteit move. Dat is wel lekker. Doei, lekker gedaan Yellow Star. Very, very good. Ik ben trots op je. Gaju doet eindelijk Wing Attack. En dat doet... Oh, aardig damage. Die roar, really? You roar me. Nou, goed. Gedaan, Carvanha. Kut, daar heb ik wat dingen nodig eigenlijk. Oh, maar de Wing Attack one-shot die Carvanha. Dat betekent dat hij ook dood is. Lekker gedaan ook, Gaju. Een Icy en Team Aqua Grunt is verslagen. Doei. Als je met iemand toch gaat lopen fucken, doe dan met Team Magma. Want Team Aqua zijn weer de goeie. Dat zegt Team Magma ook. Maar goed. Yo, oh, is die oude man. Oh, Archie, dus die gast van Team Magma. Team Magma Maxi got ahead of us. But we also got what we wanted. Radar, preferred the radar. I have my possession. Oké, zijn team is weggegaan. Want ze hebben dus een orb. Want ze hebben die orb precies gestolen. Oh, dit kan niet gebeuren. Only the blue orb, even the red orb is mistaken. De blue orb en red orb mogen niet uit elkaar zijn. Ze horen bij elkaar te zijn. Wat willen ze met die orbs doen? Oh ja, Team Magma kan met first. Oké, ik heb van hun een Magma embleem. Ik heb dus een embleem gekregen van Team Magma. Oké, top. Wat ik ga doen. En mag je nu weg. Ik heb hier niks meer te zoeken. Ik doe fly. Naar Lilycove City. Woe! Waap! Toppertje. Dus ik ben hier aangekomen nu. Lekker in deze Pokémon Center. Wat ik ga doen, ik ga nog eventjes, denk ik... Nee. Ik sluit hem weer af. Ik heb het weer gehad voor vandaag, deze episode, mensen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Volgende episode ga ik Team Aqua verslaan hier rechts, zeg maar. Daar naartoe. Nou, daar naartoe dus. Hé, daar naartoe voor jullie, want het is natuurlijk in het spiegelbeeld. En jongen, mensen, heel bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Zie ik je graag in de volgende Pokémon episode, mensen. Dankjewel voor het kijken. Laat hem als al zien. Peace.